voorzitter. Goed. Ik heb die toer gevolgd, meneer de voorzitter, voornamelijk als we praten over collectieve rechtspersoonlijkheid. En we niet daar een akkoord kunnen bereiken. Want ik heb het geachtelijk gehoord en ze praten over we moeten die richting niet opgaan. Het Inter-Amerikaans Hof heeft Suriname veroordeeld om onze grondwet aan te passen, om onze burgerlijk wetboek aan te passen, om onze mijnbouwwet aan te passen. Zoveel wetten moeten we aanpassen om de rechten van de inheemse en de tribale volken te kunnen regelen. En dan kunnen we niet praten dat we dat de grondwet in voldoet. Het voldoet niet. We moeten het aanpassen. Meneer de voorzitter, als ik de toer opvolg dat Suriname veroordeeld is, en we zitten bij de vergaderingen met andere landen die dit al geregeld hebben, dan en je voor Inefiri schuldig voor Stondrap, dan hoe moet ik het benaderen dan? Daarom heb ik die richting gekozen. Nu, in Guyana, hebben ze uitgezet om carbon credit uit te betalen aan de inheemse. Weet u wat dat betekent? We wakana baka. Meneer de voorzitter, als we kijken naar wat de titels die ze in Guyana hebben gegeven aan de ene, is absoluut en forever. Dat na titels zijn de magidematapagrong. En als staat niet, contrape moro. Ze mogen meebepalen en onderhandelen met de mensen als het gaat om whatever natuurlijke hulpbron. Want de Madena contrato. De inheemse gaan niet weg, de tribale volken gaan niet weg, de grondstoffen zijn daar als we eraan willen komen. Ga aan tafel zitten met de mensen en maak afspraak met de mensen volgens de FPIC-principes. Daarover moeten we duidelijk zijn. En we moeten weten dat dat geldt internationaal. En hoe behandel je dit als je collectieve rechtspersoonlijkheid niet erkent?